Hey mensen, welkom bij een nieuwe GTA online video. En dit is de auto die we gisteren hebben in de vorige video hebben gestolen. Van de achterkant lijkt hij een klein beetje op een Lamborghini, op een Ferrari. Maar de voorkant lijkt op een stuk stront eigenlijk. Maar goed. We zijn hier nog altijd waar we zijn geëindigd. En dat is de vehicle warehouse. Dus de auto warehouse. Ik weet dat vehicle voertuig wil zeggen. Dus als vertaling. Maar eigenlijk is het een auto warehouse. Dus een car. Dingen. En we gaan natuurlijk weer een auto stelen, dus tot zo. Mechanic, geef mijn wil je alsjeblieft mijn freaking Karuma geven, mijn armored Karuma. Dan kunnen jullie die auto ook eens een keertje zien. Voor de mensen die niet weten waar een armored Karuma is. Ja. Ja. Voor die mensen heb ik het dus gebeld. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan iets minder gepanzerd. En bij dit kan je ook uit de linkerkant een beetje knallen. Je kunt ook letterlijk een beetje achteruit knallen. Je kunt eigenlijk zo goed als overal naartoe schieten. Naartoe knallen. Dus je kunt overal. Je kunt van elke richting schieten. Zo goed als. Maar goed, tot zo. Deze keer had ik het niet op camera. Ik kan het bewijs laten zien. Ik knalde weer op zo'n brommer. En die explodeerde gelijk. Allee, het is een scooter in dit geval. Maar wat de hel. Dat ding explodeerde. Deze Karuma is nog niet geëxplodeerd. Maar als een player een raket of een bom op mij plakt. Een raket schiet of een bom op mij plakt. Dan ben ik wel kapot. Dus ja. Dat is een beetje raar. Maar ik heb bij deze auto echt een heel irritante toeter gezet. Hey, er loopt ook denk ik een agent over. Is het een agent? Ja, het is een agent. Maar goed, ik laat even de toeter horen. Laten we toch maar eens zeggen dat dat een serieus irritante toeter is. Als je om middernacht ligt te slapen, dan wil je zo'n auto met de toeter constant ingedrukt niet voorbij horen rijden. Want dat gaat fout met je nachtrust. Ja. Slapen gaat dan nou niet meer lukken in ieder geval. Oh! Ik deed even die stunt en... Oh, normaal gezien zit ik altijd vast als ik die stunt doe. Dus mijn auto zit letterlijk tussen een huis vast. Maar oké, mensen. Alleen nog even naar links sturen en dan zijn we waar dat wij moeten zijn voor een auto te kunnen stelen. Oh, monster truck hier. Ik moet gelijk aan een Knight Rider muziekje denken. Ja. Maar mensen, ja. We komen de lucht weer uit, net als de vorige keer. En ja. Ja.
Ik ben benieuwd welke auto dat we nu moeten doen. Ik krijg ook letterlijk niet meer te zien welke knop ik voor wat moet indrukken. Dus dat is ook een beetje vervelend. We kunnen op special cargo drukken, de speciale vracht. Maar dan moeten we natuurlijk weer een gebouw verkopen. Dus dat, die speciale vracht, dat doen we ook in de 1000ste video. Allee, het gebouw kopen. En dan doen we dat in de haven. We kopen dan het special cargo gebouw in de haven. En ja. Of weet je wat? Oh, dan kan ik weer al die hele rit gaan doen. Maar ja, we gaan geen auto's stelen. Gaat hem niet worden. Dit is eigenlijk gewoon een waste of time video. Dus een video dat eigenlijk geen doel heeft. Of is decoratie? Oh, dat kan ik nog veranderen hier. Oké. CEO. Nee. Ik ga even de... Ja, de spawn location is al op Vehicle Warehouse. Mensen, ik ga de video eindigen. Want we zijn echt veel te lang bezig om dat nog te doen, zo'n auto. Verkopen, überhaupt. Want iets waar ik aan dacht... als we kijken, ik heb $4,912. Voor echt van die dure auto's, bijvoorbeeld de Entity, zou ik wel 100.000 kunnen krijgen. We gaan heel veel auto's verkopen. Dus in elke video gaan we een auto verkopen. Dus er zullen veel video's naar elkaar zijn. Maar zo kan ik wel die special vehicle, special vehicle work kan ik ook doen. Maar ja, dan moet ik natuurlijk weer samen met iemand doen uit de sessie. Want het is een heist missie eigenlijk. Maar dan een speciale versie. Maar, mensen. Ja, ik ga dus voertuigen verkopen totdat we ergens rond de 400.000 hebben van geld. En dan gaan we dus die, die andere cargo gebouw gaan we dus kopen in de haven. Dus dat kost net iets minder dan 400.000. Maar goed, mensen, like, abonneer en ik start de video, de volgende video pas in de Vehicle Warehouses. Bye.